7 jaar, daar gaan we naar kijken. We beginnen natuurlijk met de thuisfavoriet. Hij zal blij zijn met deze finale uit Nijkerk, Lancelot Meijers. We gaan naar de lossprinters met Milan Alvering. De Heideclub Noord-Berchem, Harmen van Meekeren. Gaan we naar de lossprinters, Rocco Meenhuis. We gaan naar die man die zo goed was op het NK op zijn thuisbaan, Bissingcrossers, Huub Splithoff. Let op die hele kleine man in het zwart, ook hij rijdt voor de club uit Ommen, Jaden Drent. We gaan naar de man van de Heideclub, Steven Rowe. En de laatste, let op zijn techniek, let op zijn snelheid. Allemaal eentjes achter zijn naam, de Woemers Bellicum, Julian Leenders. Boys, 7 jaar. En daar is Leenders toch met de beste start door. Leenders daar als eerste weg. Kan Rowe meekomen aan de binnenkant. Jaden Drent lijkt toch wat weinig power hebben. De Splithoff die aansluit op plaats nummer 1. We kijken naar Leenders en Splithoff. En dan zien we een voetje aan de grond van Rowe. Komt Jaden Drent terug naar plaats nummer 3. Zien we de Bissingcrossers op 2. Zien we de Bissingcrossers op 3. Maar het is toch weer de Woemers Bellicum hoor. Met plaats nummer 4. Jurrien Leenders die daar de koppositie pakt. En dan moeten de andere mannen toch afhaken hoor. We zien de lossprinters nog naar voren komen met Rocco Meerhuis die daarbij zit. Maar de eerste 3. Er kan alleen nog een aanval komen van Huub Splithoff. Hij probeert het. Hij probeert snelheid te maken in die bocht. Maar hij gaat zo hard, die man in het geel. Op zijn gele bike. Hier op weg naar de finish. De titel gaat mee naar de Woemers uit Bellicum. Naar Julian Leenders.